Maar Floris, neem dat nog even mee. Want je bedoelt, niet veel muzikanten, en zeker de componisten, worden hun 33ste geboortedag gevierd. Waarom dat cijfer? Wat is er zo bijzonder aan dat jullie dat zo hebben opgepakt? Nou, ik denk dat elke verjaardag van Bach bijzonder is. Want ja. Het is gewoon de godfather van de muziek. Er is geen componist die zoveel nog wordt gespeeld 300 jaar na zijn dood. Of tenminste, 333 jaar na zijn geboorte. Maar de drie was voor Bach waarschijnlijk wel een heel bijzonder betekenisvol getal, omdat het de heilige drie-eenheid symboliseerde. En Bach was een gelovig man. En de Vader, de Zoon, de Heilige Geest, dat was een belangrijk concept. Dus die drie, waar mogelijk paste die in zijn muziek in. En drie keer drie, 333, dat is het toppunt. Dus dit is een hele bijzondere dag. Ja. Nou, is het wel mooi om te laten zien, want SNR geïnspireerd op, zeg maar, gigantisch veel drummers die hebben gespeeld. Laten we even kijken naar de drummers, hoe die dat deden. Rock in 1000, hè, is dit? Ja, dit kunnen wij ook, dachten we. Ja, ja. Ja, maar dan iets kleiner wel. Nou, oké, we hebben er 333, want dat paste natuurlijk wel mooi. Maar we dachten, het is nog nooit gebeurd dat Bach als verjaardagscadeau, als een soort ultieme tribute, gespeeld wordt door 333 strijkers tegelijk. Bach zelf zou dat een absurd idee gevonden hebben. Waar hebben jullie gevonden, 333 strijkers? Nou, de basis was het Nederlands Kamerorkest. Die wilde met de Happy Bachdag dit gaan doen. En die vroegen aan ons, aan Podium Witteman, of wij gaarne bereid waren een oproep te doen in onze uitzending. Nou, dat hebben we gedaan. En we dachten, het zal nog wel een beetje werken worden om iedereen enthousiast te krijgen. Maar we hadden echt in korte tijd 600 aanmeldingen. En toen hebben we de inschrijving maar stopgezet. Hoe heb je die selectie gemaakt dan? We hebben geloot. Geloot? Dat leek ons eigenlijk gewoon heel eerlijk. Ver. Ja, echt wel eerlijk. Maar moet je horen, en dat speelt nog allemaal gelijk ook. Hier. Nice. Wow. Ja.